Je kijkt naar het Weerjournaal van Weerplaza. Er trekken flinke wolken over ons land. Soms zijn die wolken dik, en soms zijn die wolken een stuk dunner. In het oosten van het land kan er ook wat lichte regen vallen. En elders misschien wat licht gespetter in de vorm van wat miese regen. Vanochtend hebben we een matig tot vrij krachtige noordwestenwind. En ook vanmiddag waait de wind flink door. Dan begint het langzaam wat op te klaren in Zeeland. En in de rest van het land houden we een grijs wolkendek. De temperatuur ligt tussen de 14 graden op de stranden en 17 tegen de Duitse grens. De wind neemt in de loop van de avond langzaam iets af en opklaringen winnen ook geleidelijk wat aan terrein. De temperaturen gaan omlaag, in de nacht liggen de minima rond 10 of 11 graden. Dan gaan we naar morgen en dan zien we duidelijk veel meer zon. In de loop van de dag breekt die goed door, het blijft droog en de temperatuur in het binnenland 18 graden, normaal voor deze tijd van het jaar. De wind is ietsjes afgenomen, waait matig nog steeds uit een noordwestelijke richting. Donderdag gaat de wind draaien naar west tot zuidwest. Dan wordt het in het binnenland 20 graden. Ook dan blijft het op de meeste plaatsen droog met zonnige momenten. Vrijdag in de loop van de dag kans op wat lichte regen. Maar met een beetje geluk komt die neerslag pas heel laat. Ook dan 20 graden. Zaterdag wat lagere temperaturen. En in het weekend is het licht wisselvallig. Ik ben Marco Verhoef van Weerplaza.nl